Kiemkracht bedenkt en implementeert de implementaties die de Akker van de Toekomst in 2025 vormgeven. De Akker van de Toekomst heeft een aantal kenmerkende elementen waarvan we nu de contouren al kunnen zien. Zo staan we hier bij Green Fertilizer, oftewel het concept zonnemelken. Zonnemelken bestaat uit zonlicht, vangen en omzetten in ammonia. En dat als meststof voor de akkerbouw. Daar zit een beetje techniek tussen. We zien hier zonnecellen, we zien hier brandstofcellen. Zonlicht wordt omgezet via een brandstofcel in waterstof en zuurstof nu. Maar op termijn wordt het omgezet in ammonia via zo'nzelfde brandstofcel. Het idee is dan dat een akkerbouwer die krijgt in zijn boerderij een heel klein fabriekje die gewoon overdag met zonlicht en 's nachts met wind ammonia produceert voor zowel kunstmest als brandstof in de dieselmotoren. Ammonia kan tot 90% geïnjecteerd worden in bestaande dieselmotoren. Water is een belangrijke grondstof voor de akkerbouwer. Water is en blijft een probleem waar de akkerbouwer 's nachts van wakker ligt. Is het te nat, is het te droog of is het te zout? Nederland, waterland, heeft heel veel kennis over water. Dus in principe moeten we deze problemen op kunnen lossen. De waterhouderij en waterkennisstromen probeert de kennis die er in Nederland is bij de verschillende partijen, om die samen te brengen, zodat alle partijen er samen van leren en samen het waterprobleem oplossen. Kiemkracht werkt ook aan teelten voor de toekomst. Teelten voor de toekomst zijn bijvoorbeeld meer plantaardige eiwitten van onze eigen gronden, zodat de EU onafhankelijker wordt van plantaardige eiwitimporten. Lupine is daar een belangrijk alternatief. Kiemkracht experimenteert op dit moment samen met Louis Bolk Instituut en Nederlandse Akkerbouwvakbond aan de teelt van dit nieuwe gewas. Lupine heeft een aantal belangrijke eigenschappen. Het verhoogt de biodiversiteit van de bodem, het voegt stikstof toe, maar nog belangrijker, het levert heel belangrijke producten op voor de mens zelf. We praten over eiwit, wat LDL-cholesterol in het bloed kan verlagen, en we praten over moeilijk oplosbare suikers die de darmwerking van mensen bevorderen. Met name de probiotische werking. Een andere belangrijke ontwikkeling voor de Akker van de Toekomst is robotica. Robotica gecombineerd met de sensortechnologie van precisielandbouw. Kiemkracht heeft het SmartBot-project geïnitieerd en begeleidt nu het agro-robotica-onderdeel daarvan. In dit project worden een viertal robots ontwikkeld. De vogelverschrikrobot, de aardappelopslagrobot, de onkruidbestrijdingsrobot en uiteindelijk de suikerbietrooimachine. De essentie van de suikerbietrooirobot is dat deze robot een stuk kleiner en een stuk lichter is dan de bestaande machines, waardoor bodeminsporing verminderd wordt, waardoor de opbrengsten van de gewassen behouden kunnen blijven en bodemerosie voorkomen. Dit is een agrodrone. Deze agrodrone combineert sensortechnologie in de vorm van een camera voor en sensoren onder, die inderdaad de gewascondities kunnen meten, waardoor de boer op tijd en op de juiste plaats zijn gewasmanagementacties kan uitvoeren. Een tweede voorbeeld van een prototype robot zien we hier. Dit is de Kiemkracht Husky. De Kiemkracht Husky wordt gebruikt als onderzoeksplatform, waar we met sensoren, zoals deze 3D-laserscanner, proberen veiligheidsmaatregelen te ontwikkelen die straks op de suikerbietrooirobot zijn werking krijgen. Hiermee is deze robot de voorloper van de uiteindelijke suikerbietrooirobot zoals die over 10 jaar waarschijnlijk zijn eerste rondje op het veld kan rijden. Een andere belangrijke innovatie voor de akkerbouw van de toekomst is dat de akkerbouwer het klimaat kan redden door organisch stof in de bodem vast te leggen. Biochar is daar een voorbeeld van. Biochar is biomassa die door hitte wordt omgezet in een koolstof die niet meer is af te breken, in een soort houtskool. Biochar heeft wel heel specifieke eigenschappen die de bodemvruchtbaarheid, de bodemstabiliteit, de bodembiodiversiteit en het watervasthoudend vermogen van de bodem verbeteren. De Nederlandse akkerbouw kan het Kyoto-probleem van Nederland in 1 jaar oplossen. Met deze innovaties die samen met de sector door de boeren zelf bedacht zijn, kan Kiemkracht een aantal ideeën implementeren en daarmee de geïmplementeerde ideeën teruggeven aan de boer, zodat ze ook in 2030 een vruchtbaar en duurzaam akkerbouw kunnen blijven bedrijven.